Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zitten aan het ontbijt. Ja. Maar we willen eerst even iedereen heel erg bedanken voor de leuke reacties op Puk, op onze vorige vlog. Het was enig. Ja. We hopen dat we iedereen hebben geantwoord. En het deed ons wel even goed. Hè? Ja. Dus, iedereen... Er zijn een hoop nieuwe leden trouwens bijgekomen. Ja, zag ik. Ook bedankt de nieuwe leden. Ook en, welkom. En iedereen die kan dus meemaken hoe de pup opgroeit tot een volwassen hond. En hoe het ons vergaat en hoe, ja. Met een pup. Want dat wordt 's morgens vroeg eruit. Ja, even de hond uitlaten. En jou hoef ik nooit uit te laten. Jij doet dat zelf. Nou, dan kan ik meteen de hond meenemen. Dat wel. Nou, alweer opgelost. Goed. Dan gaan we nu ontbijten. Ja, gaan we nu lekker... Nou mensen, tot even. Later. Tot later, doei. Zo, we zijn aangekomen in Galichon. Er staat niet zoveel water als anders hier in de Camargue. Normaal staat het helemaal blank hier. Nou, dan lopen we weer. Ja, op ons plekje. Op ons plekje wel al een paar keer zijn geweest. Daar kwamen we. Oei! Voor het eerst. Ja, jij denkt dat je een Ahimsa bent in de kerk. Een groot gat in de weg. Ja, je moet ook altijd goed kijken waar je loopt. Ja, vlinders die vliegen er ook alweer. Ja. Nou, hier kwamen we al met de caravan. Ja. En nu, het is, blijft altijd een leuk plekje hier. Ja. Mooi rustig, mooie natuur. Ja. Je kunt hier met de fiets, een heel net fiets ook. Oh ja, dat hebben we ook al gedaan. Ja. Een vijgenboom. Ja. Kijk, het is een hele grote. En is het helemaal vol met vijgen. Ja. En ook dit moet gebeuren, Frits. Ja. Zon al strepen. Het zonnetje laat nog een beetje op zich wachten, dus tijd om eens even het vuil van onderweg van de camper af te halen. Nou, het gaat wel goed eraf. Je kunt andere dingen bij hebben. Ja. Strakjes is hij weer blinkend schoon. Ja. Poppetje gezien. En nog ga jij kunsten maken. Zo. Dan zitten we toch weer lekker, hè? Maar jij hebt geen microfoontje, hè? Jij zou babbelen. Maar het is weer strak blauw. En bijzonder lekker weer. Ik zie dat de antenne zich ook al gericht heeft, dus die doet het ook. Oh, die heb je ook al.
Collision. Dan gaan we morgen dan gaan we even. Of Collision. En jij spreekt geen Frans, zeg je? Ik spreek gebrekkig Frans. Oh. Maar in ieder geval, we gaan straks. Of morgen gaan we even naar dit. Naar het gebied toe waar al die beesten een beetje zitten. Mm-hmm. Kijken of tenminste of er al leven is. In het voorjaar moet dat toch gebeuren, denk ik. Ja. En dan gaan we daar eens even door die paadjes wandelen die wat er tussen dat water doorlopen. Dat is de Petit Camargue? Ja, zoiets. Nee? Ik zal alleen ook wel eerst even op internet kijken of... Of het open is. Ja, want het is ook nog wel eens gesloten. Ja. Een gesloten seizoen hebben ze ook nog. Maar ja, dat zien we dan wel. Gaan we morgen weer bekijken. Ja. Even mijn water pakken. Lezen, waar had je die? Staat er een beetje in de ijskast en die onder in het keukenkastje. Daar ligt er nog één. Ja, daar staat ook nog eentje in de ijskast. Dat is er drie met prik. En dan hebben die, staan er hier nog drie en dan ligt er nog één onder een. Je kan zelfs alweer goed zien waar mijn horloge gezeten heeft. Hè? Ja, maar je was ook helemaal, ook hier, ja nou valt het niet zo op. Ja, want ik zag het gisteravond. Op een of andere manier verbrand ik veel sneller als in het verleden. Ja, maar dat kan van medicijnen. Hey, goeiedag. Ik keek toch net op ons ledenaantal. En toen zag ik dat jullie nieuwe leden hebben. Wat leuk, welkom. Nou, jullie gaan natuurlijk ook mee. En volg ons. Even op belletje drukken. Dan gaan we Frits verrassen. Nou, tot later, hè. Doei, doei. Ik weet niet wat het is. Nee, hier snap ik. Oh, snavel. Het is een echte viseter. Dat weet ik niet. Jawel, daarom heeft hij zo'n lange snavel. Dat hebben meestal die watervogels. Eet smakelijk. Echte Hollandse kost.
Nee, het is Franse nasi. Oh. Was dat nou Belgisch? Dat weet ik ook niet. Belgisch, geloof ik. Ja. Echt, Kempa eten. Ach ja. Ja, dan zitten we dan op een lekkere avond hier nog. Heerlijk, hè? Kun je zomaar lekker, het koelt er wel wat af, maar met je vest kun je weer lekker wandelen. Het is heerlijk weer. Het is ook weer een prachtig plekje hier. Ja, dat is het. Eentje verderop, daar staan wij. Ja. En hier achter ons is de haven. Ja. Dus. Kun je zo een rondje lopen van het dorp, zo hier rond langs de haven en dan zo terug. En lekker rustig, hè? Heerlijk. Je hebt alleen maar water hier trouwens. Ja. Verder niks. Nee. Maar dat hebben we zelf.